1 januari. Nou, prachtig moment om iedereen het beste voor 2022 te wensen. En natuurlijk vooral een hele goede gezondheid. Want, burgemeester Kolff, ja, we zitten hier in de bibliotheek. 2021 was voor mij het jaar waarin we dachten we komen uit de crisis, maar we zijn alleen maar dieper in de ellende. Dit is de enige plek, de enige herberg waar we nog welkom zijn. Alles is dicht. Ja, gelukkig wel een inspirerende herberg. Ik denk dat lezen een mooie bezigheid is in deze tijd. Maar ik zou echt hopen dat we heel snel weer toe kunnen naar een stad en een regio die bruisen en waar alles open is en waar we overal naartoe kunnen. Ja, ja. Nou, ik help het met u mee hopen. Maar goed, 2022, we blikken al een beetje vooruit, maar we kijken natuurlijk terug op 2021. Want, burgemeester, ik denk dat u net als ik wel benieuwd bent, hoe hebben de Doetenaren het beleefd? Absoluut. Kan ik gaan kijken? Ja, het is een bijzonder jaar natuurlijk. Met waarin weinig kon en toch ook even weer alles kon. Verschrikkelijk. Heel erg. We konden nergens heen. We waren eigenlijk afgezonderd van alles. Het was natuurlijk een beetje vlak, somber. Maar ja, we zijn toch wel ook wel genoten van ons huis. We merkten dat we best wel zonder al die festiviteiten konden. Ik heb nergens last van gehad. Hoi, wat een lul verhaal over corona, dat geloof ik toch niet. Ik heb een prijs gewonnen van de TUI en we zijn met z'n allen op vakantie geweest in de herfstvakantie. En dat kon, ondanks alle beperkingen en alle formulieren die je in moest vullen en alle inentingen die we gehad hebben. Ja, een klotenjaar. Ja. Met alleen maar corona en gezeur. En weinig leuke dingen doen. Nou ja, ik werk in het ziekenhuis, dus ik heb heel veel met COVID te maken gehad, met corona. Dus het is wel een heel bijzonder jaar geweest. Mijn oma had corona. En wij konden niet naartoe natuurlijk, moesten we in quarantaine. En ze was ook jarig en ja, we konden haar niet echt feliciteren. Ja, 2021 was voor mij een beetje wel een leuk jaar. Maar aan de andere kant ook wel jammer met corona, in quarantaine zitten en niks mogen doen. Thuis? En hoe was dat? Wel niks. Wel 3 jaar zitten onderhand al thuis zeker. Want zo spannend is tegenwoordig, hè. Maar ja, aan de andere kant was er ook heel veel leuke dingen, zoals dat ik bijvoorbeeld kinderburgemeester werd. Of de ijspret in begin 2021, of de vieringen van 800 jaar Doord. Ja, dat waren wel hele leuke dingen bijvoorbeeld. Nou, het is natuurlijk het jaar wat ik eigenlijk de naam niet van wil noemen. Alleen, wij hebben als markt toch nog aardig kunnen doordraaien. De non-food heeft wel een tijdje stilgelegen, maar de foodkramen, die hebben het best goed gedaan. Ja, we moeten heel veel thuis blijven, hè, door de corona. En verdriet alleen. Ja, dat waren ze dan, hè, de schapenkoppen. Ja, toch, ja, een beetje de zuurgraad van Dordrecht zit er altijd wel een klein beetje in. Want het was toch gewoon een k-puntje jaar. Of zegt u van nee, het was niet alleen maar corona wat de klok sloeg. Nee, er waren natuurlijk ook lichtpuntjes. En we moeten ook met elkaar de moed erin houden. Ik heb zelf, en dat zullen vele anderen ook in de stad gehad hebben, ook wel hele mooie momenten meegemaakt. In mijn geval de geboorte van onze tweede kind. Ja. Zoon Xander. Met wie het heel goed gaat. Het is een reus. Koningswens verhoord, hè? Eerst een dochtertje, daarna een zoon. Ja, nee, dus daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. En ook voor de stad zijn er toch ook wel hele mooie dingen gebeurd. Maar ja, daar kunnen we denk ik straks ook nog wel eventjes naar kijken. Ja, gaan we straks misschien wat dieper op in. Want ik vond het wel grappig. We hebben net een filmpje gezien van hoe de Doetenaren 2021 beleefden. U bent ook op pad geweest naar een aantal plekken. Ja, die eigenlijk toch eigenlijk ook wel helaas in het nieuws kwamen door corona. Bijvoorbeeld bij het Parkhuis. Laten we even gaan kijken naar uw bezoekje daar. Marjan, jij werkt hier bij het Parkhuis. Ik kan me herinneren, Koningsdag 2020 kwam ik op bezoek bij het Parkhuis. Achter glas weliswaar, met mensen gesproken. Trotse geluiden dat er toen nog geen sprake was van corona bij het Parkhuis. Enerzijds door voorzorgsmaatregelen, anderzijds ook een stukje geluk. En kort daarna ging het helemaal mis. Ja, helemaal los. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat was de precieze datum. Het was begin mei. Er was één bewoner die was positief getest, maar mensen met dementie lopen rond. En we hebben gelukkig mooie carré's in het parkhuis zelf, waar mensen de vrijheid hebben om rond te lopen. Maar dat was in dit geval niet heel handig. En binnen no time hadden we heel veel mensen die positief testen.
En dan kom je in een crisis terecht met alle protocollen en draaiboeken keurig in de kast, maar dan is het voor het echt. En als het dan zo enorm is, is het echt wel heel erg lastig om te bedenken van waar doe je nou goed aan. Want jullie hebben daar zo'n beetje 200 mensen wonen, waarvan meer dan de helft uiteindelijk ook besmet is geraakt. Ja. En ook 31 mensen zijn komen te overlijden. Ik kan me voorstellen dat het enorm veel impact heeft op de bewoners, maar ook op de medewerkers. Ja, heel heftig. Heftig om mensen zo ziek te zien. Heftig dat iedereen van zijn plek af moest, omdat we besmette en niet besmette mensen zouden scheiden. Want daar hadden we uiteindelijk voor gekozen. Want ja, je wil iedereen zoveel mogelijk beschermen. Ja, er was geen houden meer aan. Hè. Met hulp van het Rode Kruis en de brandweer hebben we de verhuizing gedaan. Ja, dat is gigantisch. Ja, dat is echt gigantisch. En dan zit je in een hele slechte film en je gaat door op de adrenaline. En van 's ochtends 7:15 tot 's avonds 11 zijn we daarmee bezig geweest. Maar ook heel, niet alleen voor de medewerkers, want die komen op teams te staan met collega's die ze niet kennen, met bewoners die ze niet kennen. Dat voelt niet veilig, maar met name ook voor familieleden. Dat we toen op slot moesten en dat mensen achter een bosje staan te kijken of ze hun partner zien. Ja. Dus dat is heel erg aangrijpend. Het heeft enorm veel impact vreselijk. Gehad. Ja. Hey, en je zegt net, het is een hele bizarre periode geweest. Hoe lang heeft die periode bij jullie geduurd? Op de hoofdlocatie op Middenhoeve, waar zeg maar het uitbrak vanaf begin mei, heeft dat zeker tot juli, augustus. Toen werd het wel wat rustiger. En ik werk zelf ook op het dijkhuis. En daar hebben we tot eind oktober buiten de deur kunnen houden. Maar daarna ging het hier los en hebben we ook heel veel besmettingen gehad. Ja. Ja. En hoe is het nu in alle locaties van alle het park? Alle locaties. Nou, het is er nog. Hè. Corona is nog onder ons, zoals ze altijd blijven zeggen. Maar het is rustiger. De vaccinaties hebben echt geholpen. Mensen zijn wat verkouden. Die zijn minder ziek. En we kunnen er beter op inspelen. Grote verhuizingen doen we niet meer. We gaan ook niet meer op slot. Je eigenlijk probeer je het risico. Mensen kunnen wel gewoon bezoek ontvangen en familie ontvangen. Zeker. Ja, eigenlijk is vaak naast alle protocollen gewoon je boerenverstand gebruiken. Van, is het risico groot? Is het wat minder groot? Als mensen besmet zijn, is het de keuze aan de familie om te komen, om zelf het risico te lopen? En anders kan je inderdaad, ga je in volle bepakking, wordt iemand bezocht. Maar dat is allemaal voor kortere periodes. En mensen zijn gewoon minder ziek. En hoe is het nu met je collega's? Want dit heeft natuurlijk op de medewerkers van het parkhuis denk ik ook heel veel indruk gemaakt. Ja. Toen een aantal weken geleden zeg maar, het weer opplopte in Nederland, zie je dat dus ook bij ons in het verpleeghuis. En dan heb je wel weer even het gevoel, oh jee, daar gaan we weer. Ja. Zonder precies te weten waar je uiteindelijk uitkomt. Ja. En dat was even spannend in het begin. Daar hebben we ook hulp voor aangeboden. Samen met de bedrijfsarts en ondersteuning van een coach. Er is niet heel veel gebruik van gemaakt, maar het was er wel. Dus ze konden gebruik maken. Maar het is rustiger, het is overzichtelijker. En dat merk je ook. Alle vragen die in het coronapreventieteam worden gesteld. Het gaat over de tijd van de quarantaine. Of ik heb een huisgenoot die positief getest is. Mag ik nou komen werken of niet? Dus ja, het is allemaal wat. Het gaat er wat meer bij horen. Ja. En dan werk je zelf al enige tijd bij het parkhuis. Ja, dat klopt. Ja. Dit is neem ik aan het meest bizarre wat je ooit hebt meegemaakt. Ja, dit hoop ik nooit meer mee te maken. Hoe is het met jou zelf? Ja, goed. Goed. En elke dag met energie staan we weer op om het voor onze bewoners weer een goede dag te bezorgen. En zo. Om dit mooie werk zo goed werk. Mogelijk te kunnen doen. Ja, het is fantastisch werk. Nou, ik wil je daar heel veel succes bij wensen. Dankjewel. En veel dank voor je gesprek en je openheid. Ja, graag gedaan. Ja, het parkhuis. Ja, ik denk, het viel misschien nog wel mee. Dat is hard om te zeggen, maar 2020 was natuurlijk veel erger. Toen zaten die mensen, daar mochten ze zelfs maandenlang hun bloedeigen kinderen niet zien. Dan hadden ze een soort eenzaamheid gevangen. 2021, ja. Ik zei net al het jaar waarin we dachten dat we eruit zouden komen, maar het is alleen maar erger geworden. Ja, nou het parkhuis staat natuurlijk een beetje symbool voor alle mensen die in de zorg werken. Of dat nou in een ziekenhuis is of in een verpleeghuis, waar het nog steeds gewoon kommer en kwel is. Gelukkig weten we steeds beter met dat virus om te gaan. Blijft natuurlijk heel risicovol, zeker voor die kwetsbare groepen. Maar ik vind het wel erg belangrijk dat dit ook een keer weer wordt laten zien. En in het parkhuis is natuurlijk veel gebeurd in 2020 en 2021. Ja. U zei vooraf laten we het een beetje gezellig houden, want er waren ook zoveel leuke dingen te benoemen. Maar ja, we komen toch steeds op die corona uit. Ja, het is natuurlijk wel alles overheersend, zou je zeggen. Tegelijkertijd, we zijn dit jaar als stad uitgeroepen tot 7e leefstad van Nederland. Hè. Dus echt een heel mooie prestatie waar we ieder jaar weer
tot nu toe opnieuw stijgen. En het is natuurlijk ook een heel plezierige stad om in te wonen. Ah, ik zat weer heerlijk op het terras. Het oude normaal was er weer. Ik kon een balletje trappen met mijn leeftijdgenoten. De zomer was eigenlijk heel normaal. En daar konden we weer doen wat we gewend zijn. En ik zei net al in oktober, toen voelden we aan van, oh jee, dit gaat weer fout. Nou ja, die horeca was dus open, nog beperkt open, ging daarna weer dicht. En u bent op uw wandeling ook bij die getroffen sector geweest, de horeca. Want ja, er zijn er wel bij, die kunnen er aardig creatief mee omgaan met corona. Absoluut. Ferry, leuk om hier te zijn bij jou in de Merts. Omstandigheden zijn wat minder leuk. Ja, inderdaad. Ik vind het wel mooi om je te spreken, want ja, jij bent een van de horecaondernemers uit Dordrecht. En natuurlijk ook de afgelopen tijd heel erg getroffen door alles wat er met corona speelt. Kun jij iets meer vertellen over hoe het met je zaak gaat? En dan even terugkijkend op 2021. Hoe gaat het de zaak? Het is gelukkig nog geen aflopende zaak, maar het is wel een lastige tijd. En wat heel lastig is, ik heb er ook over nagedacht eigenlijk, om je als gezicht van de zaak en als leidinggevende of eigenaar van de zaak, moet je eigenlijk altijd in die positieve energie blijven, altijd, om iedereen in beweging te houden. En dat is wel soms wel lastig om die mindset om te zetten van oké, het is wat het is en weer doorgaan. En ja, je hebt geen duidelijkheid, maar toch moet je die positiviteit uit blijven stralen. En dat is wel een gewicht die je meedraagt. En uiteindelijk gezien heb ik veel tijd om na te denken, dus ja, dingen worden ook beter. Alleen ja, hoe hou je personeel vast? Dat is echt het grote struikelbod. Hoe hou je personeel gemotiveerd? En dat energie vasthouden, heb je het dan over energie vasthouden richting je medewerkers? Of heb je het dan over energie vasthouden richting je klanten? Het is een samenwerking. Ik denk dat je als leidinggever altijd je energie moet overdragen. Iedereen heeft energie, alleen je moet de positieve balans weten te vinden. Dat is een aanraking. Dat creëer je met je gasten, maar ook met je personeel. En dat is die goede vibe die je moet hebben in de zaak. En dan hadden we, als we natuurlijk terugkijken naar 2021, hadden we op een gegeven moment, nou ja, het virus redelijk onder controle. Er kon weer veel meer. Het werd zomer, het werd gezellig, de terrassen daar zaten weer vol. Hoe heb je die tijd, zeg maar, ervaren? Was dat voor jou een soort extra beleving ten opzichte van normaal? Of? Nee, toch wel veel druk, omdat je toch heel wat ander personeel hebt als normaal gesproken. Je hebt een andere inrichting van de zaak gedaan. Ja, je bent eigenlijk je routine kwijt. En die routine terugkrijgen met nieuw personeel is echt super lastig. Dat is ook wel de angst wat er nu aan gaat komen, dat er weer mensen eruit gaan en weer, ja, dat weer nieuwe mensen moeten aannemen. Wat doe jij daaraan om je personeel toch te binden aan de zaak? Ja, wat doe ik eraan? Ik probeer zoveel mogelijk zichtbaar aanwezig te zijn met hun. Alleen ja, het houdt een keer op. Dat is het probleem. Je kan niet iedereen tevreden houden. En wat vind jij het lastigste van de maatregelen zoals die onder andere bij de horeca landen en misschien wel met name bij de horeca landen? Want ja, de maatregelen die wisselen natuurlijk ook de hele tijd. Hoe speel je daarop in? Nou, er is eigenlijk niet op in te spelen. Zo simpel is het. We zitten nu op nieuwe krukken. Die heb je gekocht omdat je weer meer zitplaatsen mocht hebben. Iedereen mocht zitten. En twee weken later is het weer voorbij. Dus ja, je doet een investering om terug te gaan verdienen. Maar ja, die investering gaan we nu terug verdienen in deze tijd. En zo blijf je constant eigenlijk achter de feiten aanlopen. Vanuit je positiviteit ga je vanuit denk je aan verbetering. Ja, en dat is wel lastig. Want vaak is het op dit moment geen verbetering meer. En hoe lastig deze tijden natuurlijk ook zijn om te kunnen ondernemen. Je bent natuurlijk wel een ondernemer. Ja. En ondernemers zijn over het algemeen ook creatief en kunnen inspelen op nieuwe situaties. Hoe doe jij dat als ondernemer, zeg maar? Hoe probeer je toch de moed erin te houden en weer verder te komen? Om de zaak in de ontwikkeling te houden eigenlijk. Om de zaak te verbeteren. Dat is eigenlijk de allergrootste stappen die je wil maken. En aan je merk bouwen. Ik heb liever minder traffic met een goed beleving. Waarbij je merk sterker wordt dan andersom. Dus ja, dat is eigenlijk echt op de kwaliteit. En wat mis je nou het meest? Ja, je overdracht. Je transfer. Als barman zijn heb je gewoon een transfer naar de gast. En die mis je gewoon. Als je naar vooruit kijkt naar 2022. Zo spannend. Dat is heel spannend, zeker in deze tijd. Want je kunt bijna niet voorspellen hoe het eruit gaat zien. Maar waar hoop je dan op? Waar zet je op in? Ja, WK voetbal in de winter. Dat is natuurlijk, dan gaan we vanuit dat de kif bij is. En een goede zomer. Koningsdag. Ja, dat zijn wel de grote evenementen. Dat de evenementen weer mogen. Dat zijn wel de buffermakers. Zoals een Big Rivers en dergelijke.
En heel veel nieuw personeel weten te vinden. Daar ben ik wel een beetje bang voor, dat deze markt toch wel lastig wordt en dat je toch internationaal moet gaan zoeken. Even misschien wel het allerbelangrijkste, hoe gaat het gewoon met jou als mens? Ja, het is een rare tijd. Ja. Ja, je neemt mee naar huis ook, hè? We zijn al twee, denk ik, weer vader geworden in de coronatijd. En zwangerschap en corona geven bij vrouwen best wel wat angsten. Waardoor je in het beroepswerk, waar je veel contact hebt, is toch wel een angstige situatie dat je mee naar huis neemt. En dat geeft wel spanning met zich mee. En, kinderen naar school, kinderen niet naar school. Ja, je als vader zijn, ondernemer zijn, alle facetten zijn op dit moment instabiel. En dat is toch wel lastig. Ja. En de zorg voor de onderneming, neem je die ook mee naar huis? Nee, in principe niet. Dat kun je hier laten? Ja, dat laat ik wel hier. Goed zo. Nou, ik wil je wel heel hartelijk danken voor het gesprek. En ik wil je alle goeds toewensen voor de toekomst. En ik hoop dat deze zaak weer heel snel vol staat. Ja, ik hoop het ook. Zo, het zou mooi zijn, hè? Ja. Ja, Ferdy de Klerk. Ja, zo kennen we hem. Positief mens. Maar ja, niet alle horeca-mensen gaan het redden. En dan heeft die minister van Financiën diepe zakken, hoorden we hem al lang vertellen. Maar die kan ook niet iedereen redden. Nee, het is en het komt doorrecht in beeld. Het is echt voor heel veel ondernemers, horeca, maar ook winkeliers in de stad en in ons gebied wel echt heel, heel zwaar. En het is gewoon ook vreselijk dat je beroep, je passie gewoon niet kunt uitoefenen door een externe situatie. Het is niet dat je aan jezelf te danken hebt dat je failliet gaat. En dan hoor ik ook lokale politici roepen, we moeten wat. En dan kijken ze naar u en de wethouders van los het even op. En dan denk ik, dat kan helemaal niet. Dordrecht heeft niet zulke diepe zakken. Nee, wij kunnen dat niet allemaal oplossen, maar we kunnen natuurlijk wel de ondernemers een beetje helpen. Dat hebben we natuurlijk in de zomer gedaan met het uitbreiding van terrassen of een tegemoetkoming hier of daar. In plaats van dat we zijn gaan handhaven tijdens de QR-code check die ingevoerd werd, hebben we ook juist ondernemers gesteund en ze de mogelijkheid gegeven om daar zelf met een bepaalde subsidie iets voor te organiseren. En dat wordt in 2022 ook de lijn van stimuleren, helpen, ondersteunen waar we kunnen? Dat vind ik wel. Ja, we moeten als lokale overheid echt achter onze ondernemers staan. Ondanks dat wij ook degene zijn die moeten controleren of ze zich aan de maatregelen houden. Dat is natuurlijk heel dubbel, maar het is wel noodzakelijk. Ja, en wij willen natuurlijk ook zo snel mogelijk als dat weer kan onze stad laten bruisen. Nou, het gros is toch van goede wil? Het gros is zeker van goede wil, absoluut. Ik merk echt dat iedereen hier de schouders eronder zet. Wat hebben we nog meer op stapel staan in 2022? Nou ja, even terugkijkend en vooruitkijkend. We hebben natuurlijk toch ook wel hele mooie dingen die hier gebeuren. We hebben de woningbouw echt wel op gang gekregen in de stad. Ik denk heel belangrijk. Langzaam, maar zeker, zeggen we dan. Nou, we komen natuurlijk uit een periode toch van meer beheer. En we als beheergemeente. En we worden toch nu echt wel weer een groeigemeente. En dat gaat niet met een druk op de knop. Ontwikkeling van de spoorzone hebben we echt hele mooie plannen voor de toekomst. Gebied van de Spuiboulevard. Er is veel gebeurd op het gebied van armoedebeleid. En dat is ook hard nodig in de stad. De wethouders die trekken daar hard. Ik dacht Burggraaf. Ik dacht Heikoop. Ik spreek de namen maar uit. Want dat zijn de mannen die achter deze zaken zitten. Zeker. Die u benoemt nu. Nou, maar ook de andere wethouders. Van de Linde die bezig is met de infrastructuur. En wethouder Stam die bezig is met de groene stad. Nou, al met al denk ik dat er echt heel hard gewerkt wordt, ook in coronatijd, om de stad verder te helpen. En we hebben natuurlijk ook de eerste paal geslagen van de nieuwe HBO-instelling op het Leerpark. Dat is echt een verrijking voor onze stad. Daar ben ik heel blij mee. Ja, u weet het misschien niet, maar het is een soort open zenuw dat we ooit de HTS verloren zijn. Dat weet ik heel goed. En wat dat betreft hoop ik dat die zenuw ook een beetje weer dicht gaat. Dat is fijn dat het HBO weer langzaam terug. Want als dit ooit weer een studentenstad zou kunnen worden, dan gaan we het pas echt bruisen in Dordrecht. Absoluut. Ja, zeker. Daar kijk ik ook echt wel naar uit. Ja, een echte studentenstad zal het misschien niet worden, maar wat meer levendigheid en jongeren in de stad, dat is hartstikke goed. Blijft het wel een schone stad? Wat mij betreft wel. En ja, daar steken we als gemeente natuurlijk heel erg op in. Maar en u steekt daar zelf ook de handjes bij uit de mouwen, heb ik me laten vertellen. Nou ja, we hebben heel veel vrijwilligers in de stad die daar een bijdrage aan leveren. En we hebben er eentje, heb ik er ook mogen interviewen. En daar bent u mee op jou geweest. Absoluut. We gaan weer kijken. Hey, hoi. Een hele goede middag. Goedemiddag. Wat leuk je hier te zien. Ja, zeker weten. Ik was naar je op zoek. Oké. Ja, wat ben je aan het doen? Wij zijn om de week zijn we op het Leerpark om schoon te maken. De laatste tijd is het best veel zwerfafval, dus dat doen we het wekelijks twee keer. Zo.
Maar kun je even, want je bent aan het prik, maar kun je me iets meer vertellen over wie je bent? Ik ben Tony Bruijs, ja. Uitgever van de Business to Business krant in de regio Dordrecht. En de achterliggende gedachte van onze krant is dat we uiteraard bedrijven met elkaar verbinden. En los daarvan zit er een rode draad in en dat is het schoonmaken bij bedrijven. Dus wij maken bij de meeste bedrijven om de week schoon. En de andere, degenen die bij ons in de krant staan, zijn ambassadeurs. En dat doe je eigenlijk vrijwillig? Dat is een hobby die uitgelopen is inderdaad. Dit is jouw hobby? Dat is mijn hobby. Ik vind het wel top hoor. Kun je iets meer vertellen, hoeveel uur in de week besteed je daar nou aan? Ik kan het anders tegen u zeggen. We maken meestal ongeveer 3 bedrijventerreinen per dag schoon. Hele bedrijventerreinen? Nee. Bij de ene bedrijf kan dat de parkeerplaats zijn. Ja. En bij de andere is het... Je mag een bedrijf aanspreken op de 25 meter rond het bedrijf. Ja. En dat is onder de verantwoording van het bedrijf. En dat hoor je dan schoon te maken. Dus als wij de krant rondbrengen en we zien dat een bedrijf voor ons doen te vuil is, dan durf ik daar binnen te stappen en dan te vragen of zij in aanmerking willen komen om dit te doen. Zo. Dan komen ze met hun logo bij ons op de krant te staan onder de bruisende vrienden van Schoon. En dan betalen ze een kleine bijdrage. En dat doe je eigenlijk allemaal, die kleine bijdrage om die krant mogelijk te maken, maar je doet het letterlijk allemaal liefdewerk, oud papier eigenlijk. De krant is passie. Ja, en het schoonmaken ook. Ja. Heb je voor mij ook zo'n ding? Dan ga ik je even een handje helpen. Ja, natuurlijk. Hey, en Tony, hoeveel uur per week besteed je daar nou aan? Als ik het omreken in dagen, zijn het 2 à 3 dagen. Zo. Als je hem zo beetpakt, dan dat gaat dat makkelijkste. Ik zie het. Nou, er is even wat handigheid voor nodig. Wat wij pakken is voornamelijk, zoals u ziet, bierblikjes, ja. Sigarettendoosjes, uiteraard momenteel mondkapjes. Ja, tuurlijk, ja. Hey, en nog even 2-3 dagen in de week. Ja. Hoe lang doe je dat al? Hoeveel jaar doe je dat al? Met de krant ruim 5 jaar. En het schoonmaken ook? Dat is zelfs al langer, want dat deden we toen al als vrijwilliger. Zo, ik vind het wel echt top hoor. Hey, en nog eventjes, het is natuurlijk nu een hele bijzondere tijd, coronatijd, klopt. Veel beperkingen, gedoe. Wat merk jij daarvan, vanuit datgene wat je doet? Ik had verwacht dat we minder afval zouden hebben. Blijkt dat de mensen gewoon niet, in het algemeen niet lekker in hun vel zitten. En daardoor dat er zelfs meer zwerfafval ligt. Bij deze een beroep op de mensen om daar toch beter op te letten, wil ik maar zeggen. Het is eigenlijk heel, heel eenvoudig. Als iedereen 1 stukje zwerfafval zou oppakken, hadden wij niets te doen. Nee. Zo eenvoudig is het. Toch ben ik blij dat je er bent, Tony. Dankjewel. Hey, nog even 1 ding. Wat doet het met jou, corona? Ik hoop dat de mensen met elkaar... bijvoorbeeld als we samen naar een benzinestation gaan, dat iedereen een mondkapje op doet. Dat iedereen wat voorzichtiger met elkaar omgaat. Dat zou ik wel heel graag willen. Dat mensen een beetje meer op elkaar letten. Ja, en zeker voor alle mensen die dat corona hun deur voorbij gaat. Dat je daar je best voor doet. Ja. Nou, ik wil je ontzettend bedanken voor alles wat je doet voor de stad. Dankjewel. En voor de bedrijventerreinen en voor de schone stad. Ik wil je heel veel succes wensen en alle goeds voor 2022. Wederzijds. Dankjewel. Ga je goed. Nou, het is gezellig boel zo. Mooi om dit te laten zien. 2022, dat wordt onder andere het jaar van de verkiezingen. Absoluut, ja. Het is denk ik... Gemeenteraadsverkiezingen. Dat gaat weer een heel bijzondere tijd opleveren in onze stad. Ja, en ik hoop niet een hele bijzondere uitslag. Want 15 partijen, ik gun iedereen het beste. Maar ik hoop niet dat er zoveel partijen in de gemeenteraad terechtkomen. Want anders komt dus zeker niet bij een raadsvergadering... op een tijd thuis dat u nog een kusje van de vrouw krijgt, want die ligt dan al lang op een oor. Nou, het is het feest van de democratie. We moeten zien wat de kiezer ervan maakt. Maar uiteindelijk hebben we altijd weer 39 betrokken raadsleden die zich inzetten voor de stad. 5 lokale partijen doen er mee. 5! Ja, wat is er mis met de traditionele partijen, zoals bijvoorbeeld uw eigen VVD? Nou, ik ben burgemeester van alle partijen in deze stad. Ja, weet ik. Ik plaag u maar. Dat weet ik. Wat is er mis met de traditionele partijen? Dat er liefst 5 lokale partijen zijn opgestaan. Nou ja, mensen voelen zich betrokken en hebben ook eigen ideeën voor de stad. En dat is op zich heel erg goed. En uiteindelijk moet er wel natuurlijk met elkaar ook tot besluitvorming worden gekomen. Dus ik kijk gewoon uit naar die verkiezingstijd. Ja.
Ik hoop dat het door corona niet al te zeer beperkt wordt. Dat ook echt gelegenheid is voor de partijen lekker, om zich te laten zien. Ja, dat we kunnen debatteren, dat de mensen de straat op kunnen om te flyeren, mensen over te halen tot en ja, het echte circus. Want dat hebben we natuurlijk met de vorige, met de Tweede Kamerverkiezingen, ging dat wel heel karig. Hè? Kon er niet echt campagne gevoerd worden. Nee, dat gun ik eigenlijk alle politici, maar ook de Dordtenaren zelf. Want dat is er altijd een mooie periode. En wat moet er nou gebeuren? Iedereen moet gaan stemmen op wie die wil. Hè? Daar zijn we het samen over eens. Zeker. Wat moet er nou gebeuren in die stad? Wat zijn nou de thema's? Hè? Woningbouw benoemde u zelf al. Ja, het gaat niet eens zozeer alleen om woningbouw. Het gaat er echt om dat we ambitie hebben in deze stad. Dat we de stad toekomstbestendig willen maken. En daar hoort ook bij een groei. Woningen voor de mensen die er nu wonen. Maar ook voor mensen die er willen komen wonen van buiten. Dus dat is het toch wat moderner maken van het stationsgebied. En, dus het zijn veel ruimtelijke ingrepen die we doen. En tegelijkertijd hebben we nog een vrij... ja, moeilijk sociaal-economisch profiel. Veel mensen die in armoede leven of die het moeilijk hebben. En dus dat zijn ook echt punten waar de komende 4 jaar ook weer de politiek veel aandacht voor moet hebben. Ja, je bent wel onderdeel geweest van een college wat eigenlijk de route al heeft ingezet. Hè? Ik hoorde eigenlijk niet iets heel vernieuwends roepen. U zegt eigenlijk doorgaan op de route waar we nu eigenlijk al op zitten. Nou, kijk, ik vind dat je de grote lijn wel met elkaar in de gaten moet houden. En volgens mij is dat ook in de politiek leeft dat breed. Maar er zijn natuurlijk echt accenten die gezet worden door de partijen. En daar ga je op 16 maart het verschil maken. Nou, we gaan zien wat ze ons allemaal gaan beloven. En degene die ons het meeste belooft, daar gaan we dan op stemmen, geloof ik. Ja, zo schijnt het af en toe wel eens te werken. Je moet naar je hart luisteren als je gaat stemmen. Ja, nou, ik luister toch liever naar mijn verstand. Maar toch? Nou, een gezonde mix. Laten we het daarop houden. Oké, hart en hersens. Nou, op hart en hersens dan ook maar eventjes het nieuwe jaar. Daar zitten ze, de kijkers thuis. Ja. Wilt u ze nog iets toewensen? Ik wil graag alle inwoners van Dordrecht het allerbeste toewensen voor 2022. Heel veel succes met alles wat je wilt bereiken in het leven. En bovenal veel gezondheid, want dat kunnen we met elkaar wel gebruiken in deze moeilijke tijd. Dank dat u wilde komen. Ja, we zitten hier in de bibliotheek in Dordrecht. Hij is open. Ik kijk eens om me heen. Nou, er staan allemaal kinderboeken, dus ik zou zeggen, vader Kolf slaat toe. Want het wordt weer voorlezen, denk ik, hè? De kleine meid. Ja, ik zie hier AV3 staan, dat is nog een beetje prematuur, maar... Maar er is voor iedereen wat de heen en weer wolf, Annie MG. Nou, misschien wel leuk. Ja. Moet lukken, hè? Ja. Goed, we gaan elkaar nog vaak spreken. Dankjewel. Beste wensen. Dank voor de komst. U ook. En tot slot kijken we dan natuurlijk nog even naar de nieuwjaarswensen van u, de Dordtenaren. Dat er iets minder last hebben van de corona. En dat we gewoon meer dingen weer kunnen doen. En minder regels. Daar hoop ik op. En dat het weer richting normaal gaat. Nou, ik hoop dat het vooral weggaat. Ja. Dat alles weer zo wordt zoals het is geweest. Lekker kunt je gang gaan en van alles doen. Nou, hopelijk dat we het onder de knie krijgen. En we gaan dadelijk die derde boosterprik halen. Dus ja, hopelijk kunnen we dan net iets meer. Ik hoop dat het volgend jaar allemaal weer een beetje gewoon wordt. Dat we allemaal weer kunnen doen wat we ooit gewend waren te doen. Ik ben bang dat het niet gaat lukken, maar ik hoop het wel. Ja, dat iedereen normaal kan leven. Ik hoop dat toch wel een beetje alles weer vrijer wordt. En dat we toch weer kunnen doen en laten we willen. Ondanks wel alles in acht houden, vind ik wel. Want ik ben zelf verpleegkundige. Ik heb gezien wat de corona doet met mensen. En dat we ons wel aan de regels houden, maar dat we toch ietsjes meer vrijheid krijgen. En toch weer kunnen genieten van de dingen die je kunt doen. En ook van de kleine dingen weer kunt gaan genieten. Ja, dat dacht het jaar ervoor ook al, want er was ook niks voor natuurlijk. Ja, ik verwacht dat we nog zo'n jaar gaan beleven. Als 2021. Dat denk ik. Ja, gewoon met onze vriendengroep gewoon lekker weer naar het buitenland toe kunnen en dan gewoon lekker losgaan. Ja, ik wil wel weer naar de Efteling. Want ben ik al een tijdje niet meer geweest door corona en zo. Want we zijn toch meestal banger dan de maatregelen voor het virus, want ja, ik heb het ook een keer gehad. Maar naar de Efteling en veel dingen doen als kinderburgemeester en tekenen. Ik hoop dat dit feit afgelopen wordt en volgende jaar we gaan een beter jaar, meer vrolijk, meer feest en iedereen gewoon blij zijn.